Defensieminister Krishna Kumari Mathura heeft geen intenties om vakbonden bij het Nationaal Leger tegen te werken. Dit zei ze vandaag tegenover reporters voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De bewindsvrouw merkt op dat zij samen met de vakorganisaties wil werken aan een betere werksituatie. Dit staat haaks op de geruchten, al zou zij het niet eens zijn met een vakorganisatie in het leger. Samenwerken, communiceren met elkaar, zijn instrumenten om daartoe te komen. En dat moeten we nu gaan regelen. Er is op zich geen enkele, reden voor mij om te zeggen van ik wil geen vakbond of ik ga tegenwerken. Ik heb juist in mijn vorige functie bij de politie jaren gedeeld met vakbonden. En niet één vakbondsvoorzitter, met verschillende vakbondsvoorzitters. En u mag de historie nagaan. We hebben nooit conflicten gehad met de politiebond toen. Dus waarom zou ik juist, en ik heb in het in het overlegorgaan gefunctioneerd. En ik was namens het ministerie van Justitie en Politie ook als adviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in onderhandelingstrajecten. Dus waarom zou ik er tegen zijn? Integendeel, ik zie het belang juist in. De minister merkt verder op dat het Surinaamse leger heel erg gemotiveerd is. Ze is van mening dat zij nooit zo'n gedreven krijgsmacht heeft gekend als de huidige. Het apparaat moet volgens Mathura altijd paraat zijn. In de afgelopen 2 jaren dat ik leiding mag geven aan die defensieorganisatie, heb ik nog nooit zulke gemotiveerde mensen gezien. U mag nagaan, alle projecten hebben ze kunnen uitvoeren. Of het nou is armoedebestrijding, ondersteuning daarbij, of het is bij overstromingen, militairen, waar zijn altijd ready bij alle activiteiten, buitenlandse bezoeken, begrafenissen met staatseer, gemeenschapsprojecten, Grammati. We gaan binnenkort weer een project hebben op Apura, Grammati 2 gaan we organiseren, waar we medische zorg gaan verlenen aan de lokale bevolking. We gaan een school komende week renoveren in Koroni. Dus militairen zijn altijd ready. Ongeacht hun omstandigheden. De politieondersteuning, u mag gaan zoeken, u mag gaan kijken. Elk district is het leger ready om te ondersteunen. De defensiebewindsvrouw zegt dat de middelen die nodig zijn om het defensieapparaat adequaat te laten functioneren, niet altijd beschikbaar zijn. Wat betreft motivatie binnen de organisatie zegt ze dat er geen twijfel bestaat dat het personeel op één lijn staat met de leiding.